Wat zien we hier, Jan Postma? Ja, eigenlijk zie je hier het corporatiehuis van de toekomst. We hebben als corporaties nogal wat voorraden de 60, 70 jaren. Waar we eigenlijk hele goede woningen hebben qua plattegrond. Die we eigenlijk moeten gaan verbouwen. Omdat we naar de toekomst toe en comfortabele woningen voor onze bewoners willen hebben. Maar ook betaalbare woningen voor onze bewoners. En betaalbaar betekent dat we de woonlasten moeten gaan beheren en beheersen. En woonlasten beheersen heeft voor een deel met de huur te maken, maar heeft voor een heel groot deel ook te maken met energie. Wat je hier ziet is de woning die op een hele goede manier is geïsoleerd. Die zelfvoorzienend is, zeg maar, op dat punt. Die nul op de meter heeft. De bewoner krijgt geen energiemeter meer. Het is niet zo dat die woning geen energie meer verbruikt. Maar datgene wat die verbruikt, levert die ook zelf op. Dus wat je hier ziet is de droom van elke huurder, maar ook de droom van elke woningeigenaar. Een prototype, Rolf Koops van Bouwen Nederland, spreekt het je aan, deze aanpak? Jazeker, wat mij vooral aanspreekt is ook de innovatieve samenwerking. We staan hier in een unieke setting, de Bouw- en Natuur- en Milieufederatie, maar ook bouwers en een opdrachtgever, een belangrijke opdrachtgever, die bezig zijn met prototypes, die bezig zijn met kennisdelen, die bezig zijn met total cost of ownership. Dat is echt een grote vernieuwing in de sector. Daar zullen we met z'n allen ook aan moeten wennen. Maar die stap zijn we aan het maken en daar houden we elkaar in vast. En we gaan het gewoon doen. Dus nu staat er één. En hoeveel staan er over 5 jaar in deze wijk? Jan? Over 5 jaar in deze wijk? Volgens mij moeten we hier nog een 140, 150 woningen echt een aanpak geven. Of het allemaal stroomversnelling wordt, weet ik niet. Ik verwacht het wel. Deze woning zal er niet meer staan, want die gaan we straks weghalen. Dat is het nadeel of het voordeel dat je hier kunt prototypen. Maar Nieuw-Buinen die zal straks er heel wat warmer bij zitten. En rol voor woningen over 5 jaar in de Veenkoloniën, energie-neutraal? Duizenden. Duizenden. Dat moet ambitie zijn. En als we nu al zo ver zijn in het prototypen, dan moeten we die slag ook kunnen maken. Er moet veel voor gebeuren. Moeten partijen echt in samenwerken. Ook de overheid zal zijn steentje moeten bijdragen in de procedures. De banken, we moeten naar de particulieren kijken. Die moet ergens beginnen. Die eerste stap wordt hier gemaakt. Daar mogen we ook met elkaar trots op zijn voor het pionierswerk wat hier is verricht.